Zo, dames en heren, goedenavond. Mijn naam is Edi. En ik ben onderweg naar het werk. Wat een heldere avond. Wauw. En start van het filmpje in de nacht. Het gebeurt niet zo heel veel. Het gebeurde niet zo heel veel. Ik ben weer aan het werk, zoals eerder verteld. En dat betekent ook dat ik nachtdiensten moet draaien. En dat gaan we nu voor het eerst weer doen. Ik moet zeggen, mijn laatste nachtdienst. Dat was ergens in oktober, denk ik. Ik zit om te denken, ja, dat moet ergens in oktober geweest zijn. Dus zeg maar halverwege oktober zo'n beetje, denk ik. Eind oktober. Nou, laten we eind oktober doen. Dus in november, december, januari, februari, maart. We zitten nu bijna eind april. Dus zeg maar een half jaar geleden. 5 maanden tot 6 maanden geleden dat ik mijn laatste nachtdienst heb gedraaid. Dat is best lang. Dat is echt lang. Jeetje mina. Ik ben ook een beetje uit mijn ritme. Met andere woorden, ik heb zo lang niet 's nachts gewerkt dat ik een beetje het. Ja, moet ik nou zeggen, het voorslapen, het 's nachts, het overdag slapen, ben ik een beetje kwijt. Dat is, hoe zullen we dat zeggen, lastig. Lastig in die zin dat, het is wat het is, maar. Nou ja, goed, weet je. We komen er wel weer in. Het schijnt best leuk werken te zijn s'nachts bij deze werkgever, dus we gaan het zien. Nou, ik heb niet zo heel veel te vertellen. Het is nacht, hè. Ik bedoel, het is donker. Dus jullie zien hier waarschijnlijk die auto die me tegemoet komt met deze kapotte koplamp. Dat zie je nu. En voor de rest zien jullie geen ene drol. Ik zelf ook niet zo superveel. Dus we gaan morgenochtend gewoon lekker verder lullen na de nacht. Als ik een beetje frisser ben, hoop ik dan. Hè? Hier hebben we wel wat licht. Ik heb dankzij een mede Daris lid, en ik zal de link onderin zetten wat Daris betekent, wat Daris inhoudt. Een mede dankzij een Daris lid die heel veel. Die ook heel veel verstand heeft van zendspullen, zendapparatuur enzovoort. Een test gedaan met een ander filter op mijn motor. En dat verschil is zo enorm groot. En dat is zo fijn om te horen, te merken, te doen. Nou ja, dat is echt. Het is echt geweldig. Ik zal een screenshotje maken en die zal ik dan nu er even bijzetten. Het verschil tussen 2-3 dagen geleden qua storing die ik had op mijn intercom. En ook op mijn mobielefoon. En ik zal ook laten zien wat het nu is. Check. Check. Ja. Even kijken, dit zit allemaal wel ingeplucht. Ja. En dat maakt echt een enorm verschil. Dat is echt zo grappig. Ik heb echt tijdenlang met een rotherrie op mijn helm gereden. De intercom staat namelijk ook op mijn helm. Dat ik hoor mezelf. En dat was verbazingwekkend hoe rustig het nu is. De storing is er bijna helemaal uit. Ik moet nog een kleine aanpassing doen. En dan. Dan zou dat moeten werken. Dus ik, zodra ik, als het morgenochtend wat later de zaakjes is, dan rijd ik misschien wel gelijk even langs de winkel. Ik heb die spullen namelijk niet in huis. Dan moet ik dat even halen en dan, dan kan dat meteen gedaan worden. Wat dat betreft, echt super blij.
Ja, dan met de power van het editen alsnog ping tot morgen. Ping! Zo, en toen was het gelijk weer ochtend. Ken je dat? Laat ik het anders vragen. Werken jullie wel eens met Stanley mesjes? Om bijvoorbeeld een kabeltje te strippen of zo. ik doe dat wel eens. En van de week had ik een kabeltje manden die was wat veerkrachtiger, weerstandiger dan gemiddeld. Waardoor mijn huid een beetje bleef hangen en het Stanley mes wel doorging. Ja, meestal gaat het gewoon best goed. Maar die bewuste dag dus even niet. Best jammer. Best jammer. Maar goed. Mijn rechterduim is wat vervelend. Ja. Beetje irritant, zal ik maar zeggen. Goedemorgen allemaal. Ik ben klaar met werken. Ik ben onderweg naar huis. En ik moet zeggen, ik ben vertraaid wakker. Sterker nog, ik hoop dat ik zo meteen gewoon kan slapen. Ja, dat zou nou ook wel een stukje vervelend worden als ik niet kan slapen zo meteen. Dat zou een beetje jammer zijn. Oh, voorlopig gaan we even Den Haag uit zien te komen. En dan gaan we onderweg terug naar Oegstgeest. Ik blijf het daar raden naar plaats naar vinden. Maar goed, het is wat het is. Daar wonen we tegenwoordig. Mijn afgelopen filmpje was best leuk. voor de kijkers dan. Voor mezelf was het even wat minder. Maar het lullige is om dan zo'n filmpje te evenaren, zeg maar. Kijk, ik ben nu gewoon aan het rijden en er gebeurt geen drol. Althans, dat hoop ik niet. Ja, dus wat ga ik straks dan schrijven? Lekker gereden. Nou, dat is dan leuk voor de trouwe kijkers die gemiddeld genomen kijken. Dat zijn er op het moment een stuk of 60. En dan, hè? Ja. Mijn laatste filmpje. Oh, sukkel. Daar had ik ruim 100. Nee, ik geloof iets van 100 views op. Nou, dat is dan best leuk. Dan doe je tenminste nog een beetje de moeite, zeg maar, voor iets. Het kost namelijk best veel moeite om zo'n filmpje in elkaar te zetten. Ben ik wel een paar uurtjes mee bezig. Ik kreeg trouwens ook een auteursrechtenclaim op mijn muziek. Dus dat hebben we ook meteen veranderd. Ik ben meteen aan de slag gegaan met eigen muziek maken. Nou ja, maken. Loopjes vinden op internet. En dan met de loopjes aan de slag om daar zelf iets van te maken. Ik ben er zelf best trots op. Want ik ben een paar dagen aan het spelen met dat spul. En het is bij lange na perfect. Bij lange na niet. Het is nog niet perfect. Ja. Het is zeker nog niet perfect. Maar we zijn onderweg. We doen mijn best. Ik doe mijn best. Ik heb een beetje hulp van mijn vriendin. Die is een stuk muzikaler dan ik. Dus af en toe dan vraag ik om hulp. Want dan zit ik met een stukje dat ik denk, ja, het klinkt niet goed, maar ik weet niet wat ik hoor. En dan zegt ze, nou, als je nou dat of dat even verandert. Nou, dan gaat het al een stuk beter. Ja, dus dat is dan het muzikale stukje. Inmiddels is er licht aan het einde van de tunnel. En nou ineens gaat de auto versnellen. Ik begrijp er geen drol van. Maar goed. Mensen, rij vooral op de cruise control. Dat helpt. Geloof me, dit helpt echt. Zeker als de weg zo leeg is, zoals nu. En we gaan zo meteen eerst even tanken. We kunnen namelijk nog... ik heb nog 3 blokjes, maar ik heb geen zin om meer te duwen. Die fase hebben we gehad. House music. En 39,9. Volgens mij stond hij gisteravond op 1,38,9. Ik ben er bijna. Ik wens iedereen een hele fijne dag. Bedankt voor het kijken. Hallo. Misschien moet je even eerst kijken waar je de bocht om knalt. Bedankt voor het kijken allemaal. En wellicht tot de volgende keer.